doen Lottie 3 buiten, omdat we een iets wat ander soort kader wilden hebben dan bij de vorige twee cd's. En we hadden wel gewoon een ander kleurtje terug kunnen nemen. Naar rood en blauw, maar dan zijn er niet zoveel felle kleuren meer over. En ja, ik vind dat je toch altijd moet proberen om iets nieuws te doen. En buiten is gewoon heel gezellig ook. Ik denk dat de mensen dat ook leuk gaan vinden. Kijk, alles is... En het weer? Heb je het weer kunnen regelen? Het weer zijn we nog aan het regelen. In principe heeft iedereen mij voor gek verklaard op het moment dat ik met dat idee kwam. Want je zit in België met een heel grote onzekere factor, het weer. Plus je zit in een omgeving te werken die niet gebouwd of niet gemaakt is om tribunes te plaatsen. Dus dat is allemaal passen meten. Dat is best een... geen simpele opgave. Nee, dat podium gaat toch blijven liggen? Dat gaat toch niet? Denk jij dat de kasteel hier nog op gerekend had? Dan is het kalf al verslopen. Ik vind dit kasteel wel iets hebben. Het is heel oud. En het leeft. En het is ook een echt kasteel. En dan staat er ook nog een Byzantijnse toren op. Dat vind ik wel iets zijn. En het is gezellig. Wat we moeten doen zijn een nummer zoeken. Wij zijn vertrokken met een 60-tal titels. Daar gaan we in schiften van. En daar blijven dan een 30-tal nummers van over. Daar gaat Wim Bohets, begint daar om daar een basisarrangement van te maken. Die maakt samen met Helmoet de indeling van de nummers. Dan wordt daar het arrangement vooruitgeschreven. Ne dure qu'un moment. Vervolgens gaat het orkest dat spelen samen met Helmoet. Maar dan schieten we dat ook nog heel vaak aan flarden. Dan worden hele stukken eruit gehaald of bijgeschreven of de intro wordt veranderd en het einde wordt. Ik bedoel, dat ontstaat eigenlijk tijdens de repetitie. Alleen jullie wringen tegen elkaar. Ik ben Piet zeer leren waarderen. Op muzikaal gebied, omdat Piet heel instinctief denkt. Die hoort een intro bijvoorbeeld. En dan kijkt hij mij aan en dan zegt hij: Peter, er is iets fout. En dan is er niks fout, muzikaal gezien. Maar hij bedoelt dan: het komt niet, het is niet lekker om te horen. En hij verplaatst zich in het publiek. En dan zegt hij, ik denk dat hij dan bedoelt: ik denk dat het publiek dat niet lekker vindt. Ik ben altijd kritisch geweest als het over muziek ging. Want ik ben redelijk een muggenzifter. En nu heb ik een beetje meer ervaring in deze, waardoor dat we alles nog iets beter kunnen perfectioneren. Gewoon eens proberen. Maar komt er toch vooral op neer dat je een mooi liedje moet hebben. Want anders mocht je daarmee doen wat je wilt, dan lukt het toch niet. Op dit moment zijn we bezig met de laatste vierkante meters
te schilderen, dan wordt dat gedaan met een soort muurvullende verf. En als die nat is, onmiddellijk daarna moeten die steentjes daarin gespoten worden. Dat zijn van die kwartsfragmentjes. Nadien gaan we daar nog een coating op zetten, een soort vernis. Dan krijgt dat terug een iets briljantere schijn. Zo. Het zal iets donkerder worden terug, meer natuurkleur, dolomietachtig. En dat was een beetje de vraag die ons gesteld was om dat te imiteren. Ik ben lichtontwerper van dit geheel. Nu zijn we voornamelijk bezig met de drie torens, waar dat volkspots en keylicht voor het podium en publiekslicht in komt te hangen. Daar zijn we nu voornamelijk mee bezig. Het plezante is dat het buiten is en dat hier is niks aanwezig van infrastructuur. Alles moet hier geïnstalleerd worden, alles moet... Dat is het plezante van zo'n project. Hè. Helmut had een voorstel en dat was gebaseerd op de Turkse mars van Mozart en daar had hij een duet van gemaakt. En het enige wat ik doe is, terwijl ik de muziek dan hoor, gaan improviseren. Dus de muziek wel naar me toe trekken, het pianistische gedeelte. Maar dat is dan eigenlijk improviserend, wordt het stuk dan vervormd of naar mijn hand gezet. Maar dat is eigenlijk, daar komt geen denkwerk bij te pas. Dus gewoon ter plekke meespelen en er wat van maken en dat is dan het nieuwe stuk. Ja, wat we samen spelen op deze cd is een stukje van Mozart, Alla Turca, de Turkse Mars. En ja, het staat in een hele andere toonsoort eigenlijk dan het origineel, maar dat maakt niks uit, dat kan je natuurlijk gewoon doen. We hebben het getransponeerd voor de stem van Helmut. En er is een duet van gemaakt, het is gewoon eigenlijk een piano solo stuk. En het is nu een duet voor piano en zang en er is een symfonieorkest bij gecomponeerd. Hello girl, hello darling, you must hear this. En hoe lang moet ik dan triestig blijven kijken? Omdat hij beter is? Ik kan hem helemaal overheuren, als ik iets daar kom, ik kan hem niet weg. Op deze weg. Ik denk dat we totaal op een 275 mensen zitten. Als moeten we alles meetellen in de productie van de BRT, van de opbouw van de tribunes, van de mensen van het ponton, de mensen die het podium opgebouwd hebben. De bouw is begonnen op 29 juli. En de eerste repetitie hebben we gedaan op 6 augustus. Dus dat is een week geweest. Ja. We hebben toch zijn engels moeten tussensteken. Of anders moeten we die... Ik vond het een gewaagd idee. Maar ik vond het wel spannend. En het werken met Helmut en Piet is de laatste 2 jaar sowieso al spannend geweest. Dus dit paste eigenlijk in het stramien. Maar de spanning is natuurlijk het weer, wat je niet in de hand hebt. En er zijn er altijd nog een paar andere dingen. Met het weer brengt met zich mee dat vooral strijkers zijn zeer weersgevoelig. Als er veel vocht in de lucht zit, dan is dat niet zo best voor dat soort instrumenten. Er moet heel veel gestemd worden tijdens het concert. Maar dat nemen we allemaal voor lief, want het weer ziet er fantastisch uit. Ik denk dat onze lieve heer van de muziek van Helmut houdt. Want ik geloof dat er maar 1 week een hittegolf wordt verwacht deze zomer. En dat die dan net valt tijdens het concert van Helmut. Thank you.
is 2 jaar geleden, of 3 jaar nu al zeker. Maar ik leef me eigenlijk anderzijds wel altijd in iedere soort muziek. Hè. Ik vind, als ik me niet kan inleven, ja, dan gaat het orkest zich ook niet inleven. En dan krijg je, wat ik zou noemen, nogal iets platjes, hè, iets dunnetjes. Er is nog gesleuteld tot en met de generalen. Kleinigheden weliswaar natuurlijk, hè. De grote lijnen liggen vast, maar er zijn nog altijd details die veranderd geweest zijn, absoluut. Komt ook een beetje ten dele door in open lucht te werken natuurlijk. Hè. Er zijn bepaalde dingen die toch beter klinken als we daar en daar een noot bij een bepaald instrument gaan bijvoegen. Time for our eyes to look at a brighter sky. We knew Helmut was looking for a singer. So we sent him a tape with my picture and he said yes, I would like to hear her in reality. And so he heard me on Thursday night at Pete's house, and it was okay. If your voice is louder than mine, you will sing pure, I'm sure. Perfect. I can handle it. My voice had to adapt totally to that song, and if it didn't adapt, I wouldn't sing with him. So there was no choice. There was only one duet. It was that song and not another song. Ik zou graag de 200 mensen die hier aan meegewerkt hebben vreselijk willen bedanken. Dat ze allemaal zo goed hun best gedaan hebben. En dit maakt het voor mij eigenlijk alleen maar spannender. Want als er 200 mensen voor mij aan het werken zijn, dan moet ik dus wel zorgen dat ik het afwerk. Je stond er niet bij. Voor de mensen die in de file staan omdat ze naar mij komen kijken, hartelijk bedankt. En vooral die mensen die in de file staan omdat ze tussen de mensen zitten die naar mij komen kijken, het spijt mij verschrikkelijk. Magnifiek orkest hier, de Golden Symphony Orchestra. De ervaring leert ons dat van de vorige twee keren dat we één dag als Helmut, we weten het bij het eerste nummer al, als Helmut. Je kan het niet omschrijven waarom, maar als die na 1 minuut, dan voel je, zie je, ruik je bijna, hij zit verschrikkelijk goed in zijn vel. Dan zit het orkest ook automatisch goed in zijn vel, dan gaat het als een speer en is bijna elk nummer is gewoon goed. En dat is het mooiste er is. Voor mij is classic gewoon classic en 1, 2 en 3 zie ik eigenlijk als één geheel. Waarbij dat je merkt dat er een evolutie is in de muzikaliteit. Hij is een zondagskind. Hij kan zo verschrikkelijk veel. Zijn teksten die hij zelf maakt. Hij is weer heel goed bezig zijn. You recently attended the World Music Awards and received recognition for your success. What are you looking for in the United States? I hope the people in the United States will like the kind of music I'm doing, and I hope that I can come over and perform. Yo te quiero, Marina. Mi amor. During the evening, we had a few technical problems, and you had an opportunity to show the special relationship that you have with the audience. Why is it that you think that the audience feels so warmly towards you?
I love the audience, and I always sing for the audience. I also sing in my bathroom, but normally when I sing, it's to entertain people. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. If people don't like my songs, then I'm not happy. And I give them energy, they give me energy, and it's communication. Muss sie denn, muss sie denn, zu whom steht die Lein aus? Steht die Lein aus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Tiritomba, tiritomba, tiritomba. Hij is professioneel tot en met. Hij is compleet met zijn vak bezig. Ik denk dat hij ermee gaat slapen en mee opstaat. Als artiest is het natuurlijk perfect. Hoe hij een zaal kan begeesteren is natuurlijk fantastisch. Sta in de foyer sta bij een concert na afloop en ik zie die mensen buiten gaan en die hebben een gelukzalige blik op hun gezicht, dan geeft dat een fijn gevoel. Ik denk dat als dat internationaal een heel klein beetje zou kunnen lukken, zou dat nog veel meer betekenen. Ik denk dat België heel trots is op zijn Helmut Dotti. Ça vous bien? Ja, dat je geen kou krijgt. Hoe is het, meisje? En wat vonden we dan? Fantastisch. Belgisch zangtalent Helmut Lotti brengt klassiekers ten gehore. Helmut Lotti in concert. Morgen bij de Tros op TV 2.